worden bedreigd op het terras. Doodsbedreigingen. Mensen die met messen door het park heen lopen te zwaaien. Het is schering en inslag op het Julianaplein in Den Helder. Daklozen en verslaafden zorgen dagelijks voor veel overlast. Afgelopen weekeinde was de druppel voor IJsselonhouder Raymond Barriel. Hij heeft van ellende zijn zaak gesloten. Zondag hartstikke mooi weer. Mensen zitten op het terras. Het terras staat echt vol. En daar staan heel veel mensen die hier elke dag problemen geven. Blikken halve liters bier weg te tanken. En nadat ik ze aan heb gesproken, heeft één meneer, die voelde zich jullie. Jij staat ook bij de groep. Gewoon even lekker op een afstandje. Ik heb hier kindertjes. En die werd heel agressief. En elke keer de beweging maken alsof je een pistool pakt. En zeg ik maak je af, ik kom terug en ik maak je af. En ik heb hier jonge mensen lopen, 15-jarige meisjes. En die, ik ben bang dat soort dingen gaat tekenen voor het leven. En dat doet jou ook wat? Ja, eens. Ja, ik was gisteren, mag je eerlijk weten, ik was gisteren dat ik thuis kwam echt wel even een gebroken man. Het probleem speelt al lange tijd en omwonenden klagen ook over overlast en intimidatie. We wonen hier voor de rest naar ons zin. Het enige vervelende is dat hier constant mensen rondhangen die hier eigenlijk niks te zoeken hebben. Dus, en het is intimiderend als je steeds naar buiten loopt en steeds naar binnen wil, dat er constant mensen voor de ingang staan. Of tegen je bel aan staan te drukken, 's avonds ook. Ik heb een oudere vriendin. Ja, en die dorst er echt niet langs. Die vond het doodeng. Ze zegt, kan je me opkomen halen? Ik zeg, ophalen? Wat is dat voor onzin? Die gaat er wel in de lift lopen of zo. Ze van, ja, maar er zitten allemaal rare mensen op de bank met potten bier en sigaretten en... Dus ze was echt een beetje angstig. Zo altijd wachten tot de deur sluit. En ik denk dat bijna alle bewoners dat wel doen. Maar ze staan regelmatig dat als je naar buiten wilt, dat ze dan gewoon hier voor de deur staan. Ondanks meerdere gesprekken met de politie en de gemeente Den Helder is er nog niets veranderd aan de aanhoudende overlast en de bedreigingen. Elke dag bel ik de politie zo goed als. Elke keer doe je dat melden. Het is gewoon elke keer is het weer raak. En wij hebben niet echt het gevoel dat er geluisterd wordt. Iedereen kent het probleem aan het Julianaplein. En ik hoop dat nu wat teweeg heeft gebracht. En dat hoop ik echt. Ze zitten op de gracht. Zie je de auto's van de handhaving staan. Ja, misschien is de koffie daar heel lekker om. Maar ik wil ze hier ook wel een bakje koffie schenken. Maar dan moeten ze wel komen. Maar ik zie ze niet.